Ik heb hier mijn cv. Wat kan ik hiermee? Oh, wat een prachtig cv. Ontzettend mooi dat hij gewoon op één A4'tje past. Dat is heel bevorderlijk voor het overzicht, dat is heel goed. Een cv is vaak een vrij zakelijk verhaal over de dingen die je kunt voor een bepaalde functie. Maar wat leuk is om een persoonlijk profiel toe te voegen. Tussen bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens en de opleiding. Om iets te vertellen van wie je bent als persoon. Of je bijvoorbeeld een geweldige collega bent, of je heel nauwkeurig bent. Dat soort dingen maken het cv juist wat meer aansprekend. Is deze dan te kort? Ja, hij is denk ik, hij mag veel uitgebreider. Zoals ik al zei, op zich is het helemaal niet erg om een vrij kort cv te hebben. Maar het is wel goed om meer toe te voegen, zodat mensen iets meer weten over jezelf. Heel goed vind ik aan dit cv dat er overige activiteiten op staan. Bijvoorbeeld dat je journalist bent geweest bij Stichting Tuinmuen in Groningen. Barcommissaris is ook leuk. Dan zie je dat je ook een sociaal persoon bent, behalve alleen de studie. En daarnaast kan het nog heel goed zijn om bepaalde hobby's toe te voegen. En hoe knutsel je zelf nou zo'n prachtig cv? Hier zijn 3 gouden tips. Tip 1. Ja. Maak het persoonlijk door een persoonlijk profiel. Tip 2. Zorg ervoor dat je overzicht houdt. Dus inderdaad bepaalde balken, dikgedrukte letters en dat soort dingen. En tip 3 is zorg ervoor dat je cv aansluit bij de functie waarop je solliciteert. Je cv is niet alleen maar lijkt over het verleden te gaan, maar schrijf hem zo dat het precies aansluit op de functie waarvoor je solliciteert.